Ik ben Marion Lutke, ik ben hoofddocent bij een aantal coachopleidingen. En bovendien heb ik mijn eigen praktijk voor coaching, waarbij mijn specialismen zijn hooggevoeligheid, rouw en traumaverwerking. Jullie kunnen van mij verwachten een workshop over hooggevoeligheid. Iets wat ik van mezelf ook een aantal jaren geleden al ontdekt heb. En waarbij ik merk dat in de praktijk mensen daar toch wel mee worstelen. Ze ontdekken dat ze anders zijn, dat ze last hebben van een aantal dingen, bijvoorbeeld van licht of geluid of veel mensenmassa of andere zaken, waarbij ze zich ook vaak alleen voelen staan. En nou, bij mij in de praktijk komen heel veel mensen daarvoor. En ik vind het ontzettend leuk om ook op de conferentie daar iets meer over te vertellen en mensen er ook mee aan het werk te laten gaan. Ik ga dat doen middels een workshop. Ik ga natuurlijk het een en ander uitleggen over wat is hooggevoeligheid. Wat komt daarbij kijken? Een aantal voorbeelden geven. Maar mensen ook vooral aan het werk laten gaan met elkaar. En om zo te ontdekken van, dit ben ik. He, mensen bewust te maken van dat wat er speelt. En zo inzicht te geven in wie ze zijn. En hoe ze met hun hooggevoeligheid kunnen omgaan. Ik hoop dat als mensen bij mij geweest zijn in de workshop, dat ze als ze eerst moeite ervaren met hooggevoeligheid, met hoogsensitiviteit, waarbij ze denken, ja, maar ik heb er zo'n last van en ik ben anders en ik ben veel eerder moe, ik heb eerder mijn rust nodig. De negatieve dingen, dat als ze bij mij weggaan, ze misschien zich gaan afvragen, is hooggevoeligheid, kan dat ook een lust zijn, behalve een last? Nou, dat antwoord, als je dat wil weten, kom dan bij mij in de workshop.